Afgelopen woensdag heeft FC Groningen een nieuwe ruimte in gebruik genomen, de Fancorner Groningen. De Fancorner is gevestigd in de nieuwbouw van het Alpha College direct naast Euroborg. Twee verdiepingen met een totale oppervlakte van ongeveer 400 vierkante meter bieden ruimte aan de nieuwe fanshop en de afdelingen ticketing en supporterszaken. Eigenlijk het hele doel, zeg maar, van de Fancorner is dat de supporter voor alle zaken die hij met de club heeft, dat ze hier gewoon terecht kunnen. Dus je wil een shirt kopen, kan je hier terecht in de Fancorner. Je wil een seizoenkaart kopen, kan je hier terecht. Je wil een loskaartje kopen voor een wedstrijd, je kan hier gewoon terecht. Dus eigenlijk alle zaken die je als supporter die je met de club hebt, kan je hier in onze Fancorner kan je terecht. Op de eerste verdieping van de Fancorner bevinden zich de afdelingen ticketing en supporterszaken. En daarnaast is een deel van de fanshop ingericht op de eerste verdieping. De rest van de fanshop is geheel terug te vinden op de tweede verdieping. Daar is alles te verkrijgen als het gaat om de merchandising rond FC Groningen. Eigenlijk alles staat op wieltjes, zodat we heel flexibel ons assortiment kunnen presenteren. Zijn allemaal in verschillende modules. En zoals je ziet komen de producten heel goed naar voren. Mm-hmm. En zodat de klant, de supporter, heel makkelijk zijn product kan vinden. Ik ben in veel stadions al geweest. Ik denk dat we met vol trots kunnen zeggen dat we een van de mooiste zijn. Natuurlijk ook meer ruimte nu, ook meer etalagepoppen bijvoorbeeld. Komen er nog meer? Ja, er komen nog een paar bij. We kunnen met trots ook zeggen dat we gewoon een compleet elftal aan etalagepoppen hier hebben. Dus geweldig. De Fancorner is dus al geopend voor de supporters. Er is nog wel een officiële opening. Deze vindt plaats op zaterdag 17 augustus tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Kun je daar al iets van verklappen? Een officiële opening, daar wil je altijd nog een beetje geheim houden wat we allemaal gaan doen.